Hi, ik ben Dave. Vandaag gaan we het hebben over slaap. Ik hoop niet dat je in slaap valt tijdens dit gesprek. <laughs> Vandaag heb ik een psychologe hier. zo Maya Heijman is goed schalig. Ze is ook nog voorzitter van de Vereniging van Psychologen en... Wat is het andere woord? Orthopedagogen. Orthopedagogen. Je weet, ik heb moeite met die dure woorden. <laughs> dus we gaan even praten over slaap en hoe belangrijk het is. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met die van Aarde. Maya, hey Goed schalk, heb ik het goed gezegd? Prima, helemaal goed. En je bent psycholoog? <laughs> ja, klopt. En het andere is? Oh, ik ben uh, ook voorzitter van de vereniging van psychologen en orthopedagogen. Oké, okay, voordat we gaan op die topic, wat is een orthopedagoog? Een orthopedagoog is iemand die zich specialiseert in leerprocessen van mensen... Uh, orthopedagogen in Suriname die uh, begeleiden vaak ook uh, kinderen uh, met leerproblemen, leerachterstand. Die moet denken aan dyslexie, dyscalculie, uh, gedragsproblemen. Dus uh, vaak werken orthopedagogen in Suriname ook als kinderpsycholoog. Oh, mm -hmm. dyscalculie. Dat zo so word ik vorige voor het eerst heb geleerd van mijn dochter. Ja. Wat is het precies? Dyscalculie is, is wanneer um, uh, je eigenlijk moeite hebt... met uh, cijfers onderscheiden. Uh, wat dus leidt tot uh, moeite met rekenen. Uh, dus, dus ja, net als dyslexie. Mm. wanneer je dus moeite hebt met uh, letters onderscheiden. Uh, dat jij bijvoorbeeld een woord... Ziet. Maar het is voor jou heel moeilijk om die letters aan elkaar te regelen om het te maken tot een woord. Hoe komt het dat iemand dyslectisch is? Is uh, men naar gekomen? Er zijn verschillende onderzoeken, natuurlijk. Ik ben geen specialist op dat gebied. Maar um, hoe het komt, het heeft met, met de hersenstructuur te maken: er is iets in de hersenen, waardoor mensen met dyslexie of dyscalculie. Uh, Cijfers en letters en woorden dan eigenlijk op een andere manier zien mm -hmm. dan mensen met een uh, ja, zonder dyslexie. Hmm. Wat ik heb gezien, is dat als een matie van een dyslectisch is, je het ook ziet bij hun kinderen. Ja. ja. Het is, het is dus genetisch. Het is genetisch, ja, het is genetisch. Oh. Het, is, het is niet uh, dat je het uh, kan krijgen door, oh. door iets, mm -hmm. maar zo zijn je hersenen gemaakt. Net als mensen met autisme. Uh, we noemen het allemaal uh, neuroatypische atypische uh, hersenen. Mm. Zeg maar. Dus niet de typische hersenen. Maar het is gewoon wat ja, een beetje anders gebouwd. En wat je dus ziet bij deze mensen, uh, zeker met, met dyslexie, is dat ze uh, vaak uh, heel creatief zijn. En juist heel ruimtelijk kunnen denken. Dus die hersenen zijn juist sterker op een ander gebied. Oké, oké, oké. In ons scholensysteem is het van, je bent dan niet goed. Ja, precies. Maar ze hebben gewoon een andere gave. Ze hebben een andere gave. De hersenen zijn gewoon een beetje anders gebouwd. En um, gelukkig, je zegt in ons uh, schoolsysteem, maar uh, tegenwoordig herkennen heel veel leerkrachten het ook. <clears throat> en uh, weten ze ook dus dat, dat, dat zo'n kindje niet dom is of niet intelligent, maar dat die een andere manier van leren nodig heeft. Ik ben heel blij, want vroeger was het een probleem. Mm. Ja. Zeker. Slaap. Ai. Vandaag gaan we het hebben over slaap. Uh -huh. Wat is slaap? Slaap. Slaap is een van de belangrijkste dingen voor onze lichamelijke en mentale gezondheid. Het is eigenlijk een wondermiddel. Mm -hmm. En um, uh, ik ben me erin gaan uh, verdiepen sinds een aantal jaren. En je ziet dus eigenlijk dat... dat het een wondermiddel is en dat het eigenlijk veel mensen niet doorhebben hoe belangrijk slaap eigenlijk voor ons is. Wat ik heb, ik zeg altijd, je lichaam heelt het best wanneer je tot rust komt. Aha. Dus eigenlijk is het een, is een natuurlijke vorm die je hebt gekregen mm -hmm. om zichzelf te helen. Het werkt soms ja. zelf beter dan medicijnen eigenlijk. Mm. Dat is wat ik denk. Mm -hmm. uh, het is uh, publiek geheim dat ik... Al jarenlang mm -hmm. mensen hebben geholpen met CBD-olie en mm -hmm. zo. Ik ben ook altijd voorstander ervoor geweest. En uh, ik heb gemerkt dat vooral na COVID, mm -hmm. tijdens COVID, mm -hmm. nog steeds, het bijna epidemisch is dat mensen slaapproblemen hebben. Hebben ja. jullie dat ook gemerkt? Ja, <coughs> wat je ziet is dat uh, wereldwijd, hoor, mm -hmm. dat mensen gewoon uh, steeds slechter gaan slapen, en dat die verschillende redenen. Een reden kan zijn dat we het belang van slaap niet genoeg inzien. Dus slaap is voor sommige mensen lasting, mm -hmm. weet je. lasting. Sommige mensen denken, ach, met vier, vijf uur slaap ben ik al goed. En dan hebben ze niet door dat dat dus helemaal niet klopt. Uh, het tweede is ook uh, stress. Uh, angst, zeker door, door COVID. We, we vergeten wat voor angstige tijd dat was. Maar het werkt nog steeds eigenlijk. Het werkt nog steeds door. Je bent eigenlijk in een soort van een hyper staat gekomen door die angst um, en het gaat niet altijd vanzelf over. Dus angst speelt een rol, stress speelt een rol, uh, maar ook telefoon en onze tablets en tv en series. Ja. ja, dat ja. binge watchen is, is, een, is, een, is een emmer. Daar ga je voor je ja. liggen. Want als ik. Oké, okay, nog eentje. nog eentje. Ik denk dat iedereen dat, dat wel herkent, ja. toch? En dan, dan uh, geef je geen prioriteit aan slaap. En terwijl wij als mens, wetenschappelijk aangetoond, hebben we zeven tot acht uur slaap per nacht nodig. om goed te kunnen herstellen. Want zoals je al zei, slaap is herstel is uh, rust natuurlijk, maar het is zeker ook herstel van ons lichaam en mentale herstel. Mm -hmm. mm. Zou je zeggen dat mensen die slaapproblemen hebben, laten we daar even naartoe gaan, mm. wat zijn simpele manieren om dat te verhelpen? Mm -hmm. Dus het hangt er vanaf, wat voor slaapprobleem is het? Hoe herken je ja. je slaapprobleem? Ja, toch? Is het, is het, is het slapeloosheid? Dus je kan niet genoeg uren slapen. Uh, is het, je wil gaan slapen, maar je ligt te draaien in je bed en je pikert en je kan niet in slaap vallen. Voor je het weet is het twee uur, drie uur s'nachts en dan gaat je wekker om zes uur. Mm -hmm. Weet je? Dat is één soort mm -hmm. de slapeloosheid. Je hebt ook slapeloosheid dat mensen in slaap vallen en meerdere keren in de, in de nacht steeds even wakker worden. Heel veel moeite moeten doen om weer in slaap te vallen. Slapen ze weer een stukje, worden ze weer wakker. En je hebt ook de soort slapeloosheid dat je dus bijvoorbeeld je gaat om elf uur slapen en om twee uur ben je klaar wakker. En terwijl je wekker om zes uur zou gaan. Helaas, heeft dat niet met liefde te maken? ik heb begrepen hoe ouder je wordt, hoe minder slaap je nodig hebt. Mm, Oké. Okay. Uh, in grote lijnen klopt dat wel. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, kinderen hebben veel meer slaap nodig dan 60-plussers, mm -hmm. bijvoorbeeld. Weet je, jonge kinderen hebben wel 14 uur slaap nodig en dan. 10 uur, 9 uur slaap. En dan oudere mensen hebben tussen 7 en 8 uur slaap nodig. Dus jij hebt dat nodig, maar ook je moeder heeft dat nodig. En ook onze oma van 80 jaar heeft eigenlijk ook 7 tot 8 uur slaap nodig. Maar wat je ziet, is dat de hoeveelheid diepe slaap die oudere mensen krijgen, dat die minder wordt. Dus ze worden sneller wakker. Ja. En wat je dus ziet, is dat oudere mensen dan... Aan enige sloten iets korter slapen, maar dan door de dag heen wat dutjes nodig hebben om zich goed te kunnen voelen. <laughs> wat oudere mensen. <laughs> ik heb mijn siesta echt ja. nodig. Ja. Als mm -hmm. ik tussen drie en vijf niet slaap, dan uh, okay. als ik ergens ben, begin ik helemaal... Ja. Ik merk ook dat ik niet lekker in mijn vel zit. Ja, ja. Dus heb je, het zou dus kunnen dat, dat je over de, gedurende de nacht toch misschien iets te weinig slaapt. Oké, okay, maar nu heb je dus wat, mm. iets dat ik net zo gaan proberen, die de 5am Club. 5am Club. Juist. Okay, ik heb begrepen het? dat wanneer je om 5 uur opstaat, uh -huh. je telefoon is daar nog niet actief. Yeah. De wereld is eigenlijk nog slapender, dus je mm. kan eigenlijk je dag beter beginnen. Mm. En ook voor meditatie en ja. zo. Mm. Zou je dan zeggen, ik moet dan eerder naar bed gaan, zodat ik mag uren of zoiets halen? Ja. Uh. Ja. trafas <laughs> nog Nee. <laughs> er, is, er is geen loophole eromheen. Er is geen loophole, nee. Uh -uh. Is meditatie, heeft het dezelfde effect als slaap of weet je dat niet? Uh, nee, het heeft niet hetzelfde effect als slaap. Bij uh, meditatie, um, dat, dan dat krijg je meer, even denken wat het nou weer, beta-golven geloof ik in, in, in de hersenen. Maar in ieder geval een, een soort van um, situatie in de hersenen die je dus tot rust brengt. Die, die golven hebben we ook tijdens slaap. Uh -huh. Maar er gebeurt nog veel meer tijdens slaap. Toch? Dus je kan niet zeggen: van, oké, okay, dan ga ik mediteren, hoef ik niet te slapen. Ja. Dat werkt niet. Oké, okay, ik wist ik als ik diezelfde tijd kon gebruiken voor benen. Nee. Nou, nee, sowieso hou <laughs> ik van. Trouwens, slaapparade krijg ik als ik slaap van. <laughs> <laughs> ik heb ja. één geluk: als ik mijn hoofd zet op mijn kussen, ben ik gone. Ja. Maar wat ik wel heb gemerkt, dat voor mij heeft gewerkt, mm. is. Uh, een tijdje van tevoren zet ik mijn telefoon al weg. Ja. Ik lees geen kranten meer, mm -mm. ik kijk niet meer naar het nieuws. Ja. Dus, want anders ging ik met het probleem ook liggen. Je mm -hmm. mijn god, Israël is bezig, ja. dadelijk komt het naar hier en dan dit. En in mijn slaap heb ik dan nog oorlogsdromen. Ja. Extreem voorbeeld, maar ja. het, je neemt het toch wel mee. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus nu, ik heb een neef, hij slaapt verschrikkelijk slecht. Mm -hmm. Nu is het dat hij vanaf een bepaald uur ook niet meer mag eten. Ja. Mm -hmm. Dus, wat, wat, hebben jullie extreme gevallen van mensen die niet kunnen slapen in Suriname? Ja zeker, zeker en uh, zeker uh, mensen die dus uh, uh, mentale klachten hebben, bijvoorbeeld uh, angststoornis of je bent getraumatiseerd of je bent in een depressie, dan zie je dus dat uh, vaak genoeg de slaap ook aangetast wordt. En het omgekeerde is ook waar: als je langere tijd niet goed slaapt, dan is de kans dat je mentale stoornissen krijgt veel groter. Dus eigenlijk is het een negatieve spiraal waarin het je. Gaat. Spiraal, ja. Het is een spiraal, ja. Dus, dus als iemand bij mij komt met, met, uh, met een probleem, dan is het een van de eerste dingen die ik vraag is: hoe slaap je? Hoeveel uren slaap je? Weet je? En, en als je bent. Uh, als je wakker wordt, ben je uitgerust. Dus dat betekent hoeveel uren slaap je en ook hoe is de kwaliteit van je slaap. Ja, want soms heb je dat je wakker wordt en je hebt nog meer slaap dan. Ja. ik voel me nog vermoeider. Ja, althans. toch? Ja, precies. Dus dat betekent dat die, die kwaliteit van de slaap niet goed is geweest. Want um, als we kijken naar slaap, dan zie je dus dat er uh, verschillende dingen gebeuren. Uh, je hebt verschillende soorten slaap. Niet, sorry. Je hebt dus uh, lichte slaap. Mm -hmm. Dat noemen we fase 1 en fase 2 slaap. Dat is eigenlijk. Fase 1 slaap, uh, heb je vaak niet eens door dat je al slaapt. Toch? Je kan nog auto rijden, maar je bent al in fase 1 slaap. Je kan nog een, een gesprekje voeren, maar misschien zeg je een hoop nonsens. Ja, die ken ik toch? wel. Die ken je toch? Ja. En dan denk je opeens, hé, hey, wat heb ik gezegd? Ja. Toch? Dus dat is dan fase 1 slaap. Dat is lichte slaap. Fase 2 slaap is, is wanneer weet je, je kijkt naar een voetbalwedstrijd en je valt even weg. Dus je ja. yeah, eh? jonkert. Ja, 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 ja. Lichte slaap. Dan heb je diepe slaap. En, en in diepe slaap, daar zijn de hersenen in diepe rust, en dan krijg je herstel van het lichaam, mm -hmm. dus organen, piezen, zenuwen. Uh, in deze fase wordt ook uh, je, je, je weerstand werkt beter, toch? Dus diepe slaap. En dan heb je nog een andere soort slaap. Dat is REM-slaap, Rapid Eye Movement. Ja, is R, R E M. R E M, dus ja, ja. Rapid Eye Movement. In, in die fase dan bewegen je ogen achter je je gesloten oogleden. En dan, uh, dat is waar we dromen. Maar het is wel freaky om te zien... we iemand R.I.M. heeft. Je ziet ja. echt alles bewegen. Ja, 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 maar ja. heeft dat iedereen elke avond? Iedereen heeft dat elke avond een aantal keer. Okay. En die remslaap is dus belangrijk... ...voor herstel van onze mentaal welzijn. Om dingen te kunnen leren. Voor, om dingen te kunnen verwerken... ...die je overdag hebt meegemaakt. En uh, dus al die soorten slaap zijn belangrijk. Dus als je te kort slaapt... ...dan ga je een... Tekort hebben aan een van die soorten slaap. Toch? Dus vooral diepe slaap en remslaap zijn, zijn vreselijk belangrijk. En um, gedurende de nacht moeten we een stuk of vier, vijf keer stukjes rem hebben. En vier, vijf keer stukjes diepe slaap. Dus eigenlijk als ik wanneer ik wakker word, ik denk ik van jongen, ik heb de hele avond gedroomd jongen, is, mm -hmm. is dat slecht of goed? Um, nee, dat is betekent niet zoveel. Het betekent gewoon dat je uh, waarschijnlijk wat heftigere dromen hebt uh, gehad, misschien nachtmerries. En als je dus dat soort dromen hebt, dan word je makkelijker wakker in de remslaap en dan val je weer in slaap. Dus wanneer we wakker worden in een droom, dan onthoud, onthouden we die makkelijker. Ja, ja. En dan uh, vaak in de laatste paar minuten van je slaap, dan droom je. No? Dus, dus je eindigt vaak met een rem. Ja. Met een remslaap. Dus eigenlijk als je hebt gedroomd, weet je van, oké, okay, ik heb mijn diepe slaap gehad en ik heb mijn REM gehad. Want ja. REM kwam na die Dat diepe je. slaap. Ja. Ja. Oké, okay, ja. En, okay. het, en het, wisselt zich, uh, het wisselt elkaar af. Dus, dus het is niet erg als je droomt? Nee, het is nodig om te dromen. Oké. Okay. We moeten dromen. Maar de meeste dromen zijn bedrog. <laughs> ja, 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 ja. Die oh. dromen, <coughs> sorry, die dromen hoeven niks te betekenen. Het zijn gewoon hersenspinsels. Wat is de reden dat mensen... Een nacht, weet je hoeveel mensen een nachtmerries kregen en alles soort dingetjes? Heb je dat ooit bekeken? Ja, dus uh, nachtmerries hebben dan uh, vaak te maken met dingen die je overdag hebt meegemaakt. Of in het verleden hebt meegemaakt. Die je nog aan, aan het verwerken bent. Dus dromen zijn, is eigenlijk een manier van ons uh, ja, onderbewustzijn, zeg maar. Mm -hmm. Om uh, zaken een plek te geven te proberen zaken een plek te geven. Moet je waarde hechten aan je dromen? Want sommige mensen leven helemaal in... wat heb je gedroomd? Ik, ja. ik hecht geen waarde aan mijn dromen. Dus ja. daarom vraag ik het. Ja. Je kunt er zeker waarde aan hechten... als, als, als je daarin gelooft. Mm -hmm. Kijk, sommige mensen krijgen ook... Uh, zeggen ze voorspellende dromen... of sommige mensen dromen met iemand die is overleden. Het kan. Het kan, er is meer tussen hemel en aarde. Daar ben toch? ik helemaal met je eens. Dus, dus maar kan. heb je ooit uh, onderzoek naar gedaan, wat, wat bepaalde dromen betekenen? Uh, gewoon met, met ja, een beetje lezen hier en daar erover. Ja. Maar, maar in mijn therapieën dan, dan ga ik niet dromen duiden of, of dromen uitleggen. Toch? Ja, want sommige dus mensen zeggen als je dood gaat in je dromen, juist dat je lang gaat leven. Ja. Of alle soort theorieën. Ja. Ja. Het kan kloppen, ja. ik bedoel. Ja. Ik wist het niet. Nee, nee maar nee, ik heb nee. me nooit erin verdiept. Nee. Mijn dromen er echt nergens op. Meestal ben ik wel een superheld erin. <laughs> <Ja. of zo. laughs> nou, dat zegt ook uh, nogal wat. Oké, <laughs> <laughs> ja. oké. Okay, okay. dus. En um, vind je dat er meer aandacht moet worden besteed hieraan? Aan slapen, absoluut. Absoluut. Want um, verschillende onderzoeken hebben dus ook aangetoond dat als je niet zeven tot acht uur per nacht slaapt, dat de kans dat je diabetes krijgt veel groter is, dat de kans dat je overgewicht krijgt veel groter is. zelfs dat je uh, uh, langere tijd slaaptekort in je leven leidt ook tot dementie, kan ook leiden tot dementie op latere leeftijd. want terwijl we slapen worden bepaalde eiwitten ook verwijderd uit de hersenen, afvalstoffen. en als dat onvoldoende gebeurt, dan krijg je een build-up. Hmm. En onderzoeken geven steeds meer aan wat voor negatief effect die build-up dus heeft in onze hersenen. En, en um, herstel van het lichaam dat dus tijdens de diepe slaap plaatsvindt. Als je onvoldoende uren slaapt, dan heb je onvoldoende diepe slaap. Want het lichaam gaat dan ervoor kiezen om meer remslaap te nemen. Uh, dus stel je kan maar vijf uren slapen. Ja. toch? En je doet dat langere tijd. Als we onvoldoende remslaap krijgen, dan worden we gek. Okay. Je weet op een gegeven moment niet meer wie je bent. Hmm? En uiteindelijk word je gek en je gaat dood. Ja. Zo erg is het hoor. Zo erg, zo erg is het hoor. Dus als het lichaam, uh, als je te weinig tijd hebt om te slapen, dan gaat het lichaam altijd die remslaap eerst pakken. Met als gevolg dat je onvoldoende diepe slaap kan krijgen. Dus dan krijg je lichamelijke klachten. Sommige mensen hebben al jarenlang wat ze noemen insomnia. Ja. Is dat iets dat ze zichzelf aanspreken of is het bestaat het echt? Het bestaat, tuurlijk, maar... Ja, maar eeuwig is Ja, ik heb slaapproblemen. Dus ja. weet niet, het mm. wordt makkelijker gegrepen daarna dan ik denk. Mm. Of ik onderschat het, ik weet het niet. Ik denk dat je het misschien onderschat, want ik denk dat veel mensen last hebben van insomnia. Ongeveer een derde van de samenleving... What? Heeft last van insomnia, ja. En als ik zeg insomnia, betekent het niet dat je niet slaapt. Ja. Betekent dat je niet goed slaapt, niet goed uitgerust, wakker wordt, maar ook... Uh, te kort slaapt. He, dus je wordt, je wordt te vaak wakker. Een derde van onze het maatschappij? Een derde van de maatschappij, wereldwijd. Ja. Wereldwijd? Mm -hmm. Mm -hmm. Misschien in sommige landen meer dan andere. Ja, van, ja, ja, ja. Gemiddeld ja, ja. genomen. Wat? Ik wist niet. Dat is, het is een groot probleem. Ik, dat is, ik heb gemerkt dat steeds meer mensen hebben gebeld: mm Hé, -hmm. hey, CBD, CBD, want het is een, iets ja. dat je laat slapen en het is niet verslavend. Mm. Want veel mensen. Jullie ook niet beginnen met slaaptabletten, heb ik begrepen? Nee, nee, klopt. Ik heb begrepen dat als je die slaaptabletten eenmaal begint te gebruiken, mm. dan kan je niet meer zonder. Is ja. dat waar? Het is verslavend. Het is verslavend. Waarom? Waarom? Ja. Is het dat je dan niet meer zonder kan, of is het gewoon een mentale verslaving of een lichamelijke verslaving? Het is een lichamelijke verslaving en een mentale verslaving ook. Verslaving is altijd beden. Toch? Ja, ja, ja. ja. Um, maar is dat misschien in iets een stoftekort komt bij je omdat je zoveel hebt ingekregen van iets? Mm. Want mensen gebruiken veel hoesdrank. Sequel, mm -hmm. Nike wil. Ja. Ja. Snap je? Dus, ja. En uh, Lorazepam en al die mm -hmm. pammetjes. Ja. ja, het is dus, het is dus bekend dus dat al die pammetjes mm -hmm. super verslavend zijn. Weet je? Valium, Lorazepam, Diazepam, allemaal verslavend. Dus uh, wat het doet, is het vertraagt je hersenen. Dus je wordt kalmer. En omdat je kalmer wordt, dan kan je dus makkelijker in slaap vallen. Oh, dat is wat dus, het doen. Dus op een gegeven moment, dan, dan kunnen mensen dus zichzelf... Of je kan niet meer kalm genoeg worden zonder die medicatie om te kunnen slapen. Dat is dus die afhankelijkheid. Het is ook gewoon echt de lichamelijke afhankelijkheid. En wat, wat kan er met je in de long run gebeuren bij het slikken van deze tabletten? Oh, je bent dus eigenlijk uh, ja, afhankelijk. Je kan niet <laughs> meer slapen zonder... Maar zijn er ook fysieke maar, problemen die je kan krijgen? Ja, want wat er gebeurt is als je dus slaapt met uh, uh, zaken die je hersenen vertragen. Dat kunnen dus slaaptabletten zijn, maar ook marijuana. Mm -hmm. En ook uh, alcohol, dat zijn donors. Ja. Dus die vertragen de hersenen. Uh, die kwaliteit van de slaap, wanneer je met die stoffen slaapt, is minder. Oh ja. Je slaapt minder diep en je hebt minder remslaap. Ja, ik weet dat toen ik fulltime rookte, mm -hmm. want ik heb twintig jaar uh, wietverrook mm -hmm. gerookt voor het slapen gaan sowieso. Mm -hmm. Ik werd vermoeid wakker. Ja. ja. Mm -hmm. En ik sliep meer. Ja. Dus ik had echt iets van jong. heel de serie, ben toch ja. ben ik vermoeid. Juist, juist. Dus, maar, maar ja. toen ik ben gestopt met wietroken, roken, mm -hmm. heb ik wel drie maanden lang vreselijke nachtmerries gehad. Ja. Wat is de reden geweest daarvoor? Wat is de reden? Afkikken, <laughs> dat is Sowieso ja, 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 afkikken. Ja, ja. Ja. Maar uh, je hebt dus heel lang heb je, je hersenen verdoofd. Ja. Dus ze hebben dat, 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 dat wat nodig is, mm -hmm. dat dromen om dus te verwerken, hebben ze niet gehad. Dus het kan best dat het een soort van inhaalslag is, is uh, geweest. Ja, ik moet wel zeggen, wanneer ik ga rookte, dan, dan droomde ik meer. Dus waarschijnlijk sla je mm. dan die diepe slaap over. Mm. Dat is wat ik denk hoor, want als ja. ik erover nadenk, had ik juist altijd wel dat ik droomde. Ja. Maar ik was vermoeid wakker. Je was vermoeid wakker, ja. ja. Dus diepe slaap is dan minder. Uh, wiet uh, snijdt ook in je remslaap. Oké. Okay. Dus misschien, misschien werd je dan uh, wat vaker wakker en was je dus ervan bewust dat je wat, wat remslaap had of wat je, dat je droomde. Ja, natuurlijk was het zo erg dat als ik in de nacht wakker werd oh. om te gaan plassen, daar rookte ik weer. Om te, maar ik dacht. Kijk, en je begint ook in fases van je leven, je bent aan het opbouwen, dan kinderen, dan zus, dan ja. zo. Dus mijn hoofd maalde de hele tijd en nu wanneer ik gelicht heb, ik iets van hey, wat vandaag niet is gebeurd, zal morgen ja. wel gebeuren, je uit. Ja. Ja. Dat, is, dat is mijn remedie, snap en je? Dat, en dat kunnen doen is eigenlijk key, weet je, want veel mensen hebben daar moeite mee. Toch? Wanneer ze gaan liggen, is het moment om over van alles te gaan nadenken. Ja, ja, ja. En dan gaat slaap echt niet komen. Nee no, 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 nee. No, no. Bij mij is het echt van, hé, hey, brada, je hebt al de hele dag gewerkt, je hebt je dingetjes ja. gedaan, ja. morgen weer. Ja. Maar dat moest ik mezelf wel aanleren. Juist, ja, ja. Dat moest, ja. Maar is er iets dat je bijvoorbeeld voor, kijk, denk ik denk dat iedereen direct naar een psycholoog, psycholoog moet gaan ja. of wat, zijn er ja. simpele steps die je kan ja. aanbevelen van, om een betere nachtrust te krijgen. Oh ja, zeker weten. Kijk, punt 1 is geef het prioriteit. Weet je? Maak slaap tot iets dat ook belangrijk is voor jou. Dus dat betekent dat je je dag zodanig gaat plannen dat je je 7 tot 8 uur slaap gaat krijgen. Toch? Het, hebben van, het maken van een vaste routine voor je gaat slapen is ook belangrijk. Sommige mensen die sturen nog mailtjes vanuit hun laptop of, of weet je, telefoon. Voordat ze, gaan Voordat ze gaan slapen. Wat jij zegt, neem tenminste een uur te wind down voor mm. je wil gaan slapen. Dus, dus geen spannende films meer kijken. Zeker geen krant lezen of nog even staan nieuws. Hey shit, wat is nou weer gebeurd? Mm. Weet je, dus, dus dat zijn dingen die je, die je hype maken. Dus uh, een vaste slaaproutine, zoveel mogelijk om dezelfde tijd gaan slapen en de volgende ochtend opstaan. Um, is erg belangrijk. En daar, daarbij... Uh, neem je het liefst ook het weekend mee, maar ja, ik snap het so, oh, weekend week, en hoe ja. week, ja. ja. week, andere ja. dingen doen. Ja. Maar zeker als je uh, insomnia hebt, is het belangrijk om een periode dat te gaan inbouwen. Toch? Um, ontspanning voor het slapen gaan, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen belangrijk. Is dat erg belangrijk is koffie, cafeïne mm -hmm. en nicotine. Die uh, stimuleren je hersenen. Dus maken slapen ook moeilijker. Als iemand die sigaretten rookt, bijvoorbeeld, ja. dan maakt het nog, nog moeilijker om maak te slapen? Ja, maakt het moeilijker om te slapen. Ah, Oké. Okay. Ja. Ik rook geen sigaretten, maar ik wil. Ja, 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 ja. ja, nicotine. Dus. En sommige mensen zeggen: van, Ja, pff. koffie doet me niks. Ik kan gewoon koffie drinken en ik ga gewoon lekker slapen. Oké, okay, als je nergens last van hebt, hoeft het geen probleem te zijn. Maar als je al moeite hebt met slapen, dan moet je na 12 uur middags geen koffie meer drinken. Maar. Je hebt het goed gezegd. Als ik om drie uur s middag drink, s'avonds kan ik niet slapen. Precies. Ik heb Precies. er echt moeite mee dan. Maar ik ben sowieso al hyper van nature. Dus, uh, ja, dan, dus die, dan die dan koffie komt bij mee in dat is een kernreactor. Helemaal, <laughs> ja, dat moet je helemaal voor mij. Dus er zijn verschillende dingen. En je, je hoeft inderdaad niet naar een psycholoog te gaan. Maar als je ernstige insomnia hebt, zou ik je wel aanraden om naar een psycholoog te gaan. Want je moet wel erachter komen van hey, wat zijn die dingen? Kijk, als je al die andere slaaptips al hebt heb toegepast en je merkt, nou, het gaat niet, dan, dan, dan moeten we verder gaan kijken. Is het, soms denk ik van ik moet slapen, ik moet slapen. Dan vind ik juist, omdat ik drukker op zet dat ik niet in slaap val. Ja, Helemaal waar. En is dat niet helemaal. dat men ook dan gaat. In mijn taal fokken mm. met hun eigen hoofd. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus, dus wanneer je dat hebt, dan, dan is het het beste om gewoon op te staan. Sta op. Oh. Blijf niet liggen. Nee. Opstaan. Ga iets anders doen. Doe iets dat je niet leuk vindt. Lees een saai boek. Of weet je. Oh, doe je eens, iets, dat doe dat je juist iets dat je niet leuk vindt. Je moet, je, je moet jezelf niet gaan belonen. <laughs> je moet iets doen dat je niet leuk vindt. Toch? En wanneer je weer een beetje slaper wordt, dan ga je weer liggen. Oh, achter de tijd van de nacht. Sta liever even op. Sta liever even op, ja. ja. Want het vechten met jezelf om maar te kunnen slapen, dat, 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 dat werkt niet. Ja, op een gegeven moment word je gewoon chagrijnig. Weet... Ja, gewoon ja, chaggeren. Ja, 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 toch? Ik slaap eerder, maak ik die fan aan, dan, ja, dit, dan. Dus ja. Je begint mm. gewoon helemaal te broeien van binnen. Ja. Ja. Ah, ja. Dus juist opstaan. Juist opstaan. Iets doen dat je niet leuk vindt. Die ene klus. <laughs> die <laughs> ja. En dan ga je dan, uh, wanneer je weer een beetje slaperig wordt, dan ga je weer liggen. Toch? Als je dat gewoon standaard twee weken volhoudt, dan ga je merken dat je hersenen hebben bedacht van eon. dat ding is niet leuk, want elke keer als ik, als ik, als ik wakker word, dan, dan, dan moet ik iets doen dat niet leuk is. Het is hard werk, dus laat me maar liever slapen. Oh ja, dus je ja. kan ook met je hoofd uh, spelen ja, op dat gebied? Tuurlijk, ja. Oké, oké, oké. Hoe kan iemand herkennen dat ze naar de psycholoog moeten gaan voor hulp? Hmm. Ja, um, als je niet lekker meer functioneert, als jij voelt dat je uh, de dingen die je eigenlijk belangrijk vindt in je leven, dat je die niet meer, niet meer kan doen, um, als je merkt dat je zelfzorg achteruit gaat, weet je, uh, dat zijn een aantal uh, symptomen. Als je als mensen je constant zeggen van, hey, maar wat is er met je aan de hand, weet je, ik ik ken je zo niet. Toch? Dan, kan je dat, dan kan dat ook zeker een teken zijn. Dus je hebt wel duidelijke symptomen... wanneer iemand last heeft van slaapgebrek? Nou oh ja, okay. ja, zeker. Zeker, zeker. Je, 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 je valt overdag steeds in slaap. Weet je? Je krijgt uh, microsleeps, uh, zoals we dat noemen. Een, een paar seconden mm -hmm. achter het stuur. Met alle gevolgen van dien. Uh, mensen met slaapgebrek... die zijn, uh, hebben superkorte lontjes... Snel geïrriteerd. <laughs> um, ze kunnen geen jokes meer uh, handelen. Um, zo zijn er een aantal uh, mensen met slaapgebrek die, die beginnen op een gegeven moment lichamelijke klachten te krijgen. Uh, pijn hier, pijn daar, hoge bloeddruk, suikerziekte. Ik yeah. heb nog dat slaap zo'n impact zou hebben op. Ja, dus daarom ben ik blij dat je me vroeg om hier uh, over slaap te komen praten. Omdat het, uh, ik, ik, weet je, het is zo belangrijk om genoeg te slapen. Als je een, een, een samenleving hebt uh, waarbij mensen niet genoeg slapen, krijg je steeds meer lichamelijke klachten, steeds meer mentale klachten. En dat moeten we niet hebben. Ja, dus daarom waarom ik je vroeger ik merk mm -hmm. een, 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 een spike. Ja, yeah. Doordat ik de, dat middeltje maak voor die mensen. Mm. En dan, dan bel die, dan bel die, dan bel die. Dan dacht ik van, boy, iets klopt niet. Nee. En dat is echt vanaf COVID vooral, mm -hmm. heb ik echt gemerkt dat mensen die uh, paniekerig zijn. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn gewoon heel bang. Ja. Vooral bij de vrouwen heb ik dat gezien. Mm -hmm. o, bij de, bij de vrouwen boven 50 heb ik yeah. dat heel veel gezien. Dat ze enorm paniekerig zijn. Mm -hmm. Uh, anxiety, eigenlijk kan je yeah. zeggen. Uh, en bij mannen zie ik dat een soort werkdruk is. Yeah. Ze moeten presteren, presteren, mm -hmm. presteren, presteren. presteren. Mm -hmm. dat, dus er zijn bepaalde groepen die ik heb die me constant uh, benaderen daarvoor. Yeah. Maar dan, wanneer ik met die mensen praat, hoe moet ik het zeggen? Er is een bron. Mm -hmm. Snap je? En als, ik, en als je niet gaat werken aan die bron, dan op een gegeven moment gaat het middeltje dat ik je geef, ook niet meer het effect hebben dat het moet hebben. Nee. Snap je? Ja, het hielp me in het begin. Ik zeg, ja, maar je bent niet gaan... Je hebt, je hebt gezocht naar een pleister op een gapende wond. Yes. Begin een ding te hechten of pak ja. het aan, snap je? Dus, maar men gaat niet naar die bron. Mm -hmm. Dus men, men weigert om te veranderen met hun patroon of iets, yeah. of levensstijl. Mm -hmm. En ik dat eventjes een middeltje gebruiken, That's it. Ja. ja, helemaal met je eens, helemaal met je eens. Ik nee, moet je ook moet... psycholoog worden, Brenna. Ja, is... <laughs> <laughs> dat doen we aan. Prima. Ja, <laughs> yeah, nee, omdat je, ja. ik merk dat mm -hmm. wel heel erg. Dat is wat het is, toch? En uh, mensen uh, die zijn soms dan bang mm -hmm. om, om te gaan duiken in het probleem. Uh, maar als je dat niet doet, dan blijf je struisvogel spelen en dan gebruik je. Ja, middeltjes. Dus ze springen van middel naar middel naar middel. Maar ook die tabletten heb ik gezien. Eerst is het een kwart lorzepam, mm -hmm. dan is het een halve. En op een gegeven moment drinken ze gewoon een hele. Ja. Snap je, dus heb ik iets van, hé hey, brada, snap je wel wat je met je hier doet op dit, mm -hmm. op dit moment? Mm -hmm. Dus dat is de reden waarom ik je belde van, hé hey, Lucona, yeah. nou, er zijn zoveel topics die we kunnen touchen. Maar ik wil het hebben voor het slaapstukje, want ik denk dat iets yeah. is dat, um, ik heb het nog nooit. Iemand erover zien praten, echt. Uh -uh. Terwijl uh -huh. mijn onderling, ja, ik slaap slecht, ik slaap slecht, ik ja. slaap slecht. Dus nu is er een derde, ja. is een hele grote... Het is een hele grote groep. Hmm. Ja. Is wel een business opportunity. Oh. <laughs> een slaaphotel of zo. Slaap, ja. <laughs> ja, want wat er nog meer speelt, is hmm. we hebben het over insomnia gehad. Dat is een slaapstoornis, maar er zijn ook andere slaapstoornissen. Jim welke zijn er ja, meer? Ja, bijvoorbeeld uh, slaap op nu. Dat is wanneer mensen ernstig snurken en gedurende de nacht stoppen ze met ademhalen. Een aantal keer. Het kan soms wel eens honderd keer zijn. Weet je? En wat je nu ziet, is, of, of wat, wat blijkt, is dat als je slaapapneu hebt, dat je bloeddruk gigantisch omhoog gaat. En dat mensen dus vroegtijdig komen te overlijden aan hartklachten. Of aan een, een hersenbloeding. Dus wat ik heel nice vind is dat er nu er is een, er is een arts, Dr. Bean, hij is, is KNO-arts. Ja. Hij adverteert heel veel op, op Facebook om dus bekendheid te geven aan slaapapneu. Want als je dat hebt, moet je zo snel als mogelijk behandeld worden. Iedereen met slaapapneu moet behandeld worden? Iedereen gewoon... met slaapapneu moet behandeld worden. Want slaapapneu zorgt voor gigantisch hoge bloeddruk. En daaraan ga je dan sterven. Slaapapneu nu zo ineens. De... Ja. ineens en ja. in ja. is midden in je slaap. Dat is het. Dus vrouwen, let op je man. <coughs> je, je, jullie, jullie zullen het eerder horen. Of ja, partners, maar zo zeggen. Hoe krijg je slaapap uh, het, dus, uh, het kunnen verschillende oorzaken zijn. Je hebt één soort slaapapneu. dat heet uh, obstructieve slaapapneu. Dat is eigenlijk als je luchtpijp uh, dicht, dicht gaat in de nacht. En dat kan komen. Als je, als je uh, te zwaar bent. Want als je dik wordt, word, word je ook bij je nek dik. Ja, ja. Toch? Dus dan, dan, en er is ook vet aan de binnenkant. Dus wanneer je dan gaat liggen om te slapen en, het, en die spieren ontspannen zich, dan kan het zo zijn dat die luchtpijp dicht, dicht, uh, dicht valt. Zeg maar. Dus je moet sowieso op je, op je, op je lijn letten, eigenlijk? Sowieso. Een van de eerste dingen bij slaapapneu is afvallen. Maar je hebt ook magere mensen die slaapapneu hebben, Daar is er iets aan de binnenkant. ...niet helemaal in orde. En dan moeten ze misschien geopereerd worden... ...of als dat kan of zo niet. Sowieso is de behandeling van slaap, op nu ...dat je vaak moet slapen... ...met een, met een apparaatje. Ja, je ligt op een jet, fighter jet. Een piloot van een, ja. een gevechtsvliegtuig. Ja, 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 ja. Moet je daarmee slapen, waardoor dus... Uh, ...lucht met een bepaalde druk wordt geperst... ...door je, door je, uh, door je keel. Uh -huh. Waardoor die open blijft staan. Oh, dat, en, dat is wat het en, doet. Dat is wat het doet, ja. Is het wel aangenamer met zoiets te slapen? Je went eraan. Dus het, het is ook wennen? Het, 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 tuurlijk, het is wennen. Maar is het dan niet makkelijker als je af nu hebt en je valt af? Gaat het dan nou weg? Het kan, maar het hoeft niet. Oh, dus eenmaal je het hebt, heb je, je hebt het dan? Hmm. Het hangt er vanaf wat de oorzaak is, toch? Dus, dus wat ik zeg, als het echt te maken heeft met dat je gewoon te dik bent geworden hmm. en je valt af, dan kan het overgaan. Maar als het ook met andere zaken te maken heeft, bijvoorbeeld gewoon de bouw van je keel, mm -hmm. dan, uh, dan moet je misschien levenslang met, met het apparaat. Maar ik heb begrepen dat je ook je heug kan weghalen, of ik weet het niet, iets, iets snijden de weg daar zo mm -hmm. bij je heug. Uh -huh. Dat heeft vaak met snurken te maken, niet zozeer met slaapapneu. nu. Ah. ja. Mm -hmm. En hoe kwam snurken? Want ik ben al wat ouder en ineens... Nu als ik ga slapen, hoor ik mezelf gewoon snurken. Ik moet naar eten, ik wakker. Hoe, 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 hoe komt dat ineens? Dus ik ben geen expert. Daarvoor heb je die, die dokter B. nodig. Maar in ieder geval, zoals ik het heb begrepen... heeft het dus te maken met dus die luchtweg. Toch? Dus dat er bepaalde... Uh, bijvoorbeeld als je neus verstopt is... Ja. of één of neus gaat, dan, dan snurk je ook meer. Toch? Of als je... Als, je, uh, ja, als ik de avond heb gefeest en ik heb soepje gedronken, boy. Ja, toch? Dan zag ik da, echt bomen. Dan zag je bomen, ja. ja. Dus het gaat om dus dat bepaalde uh, spieren ontspannen, waardoor als die lucht er langs gaat, dat het lawaai maakt. Ja, Oké, okay, dus, okay, dus ja. dat is. Kort gezegd. Maar er zijn geen remedies <laughs> tegen snurken. No? Want ik ben, vroeger viel ik overal in slaap. Nu durf ik niet meer te slapen in een vliegtuig. <laughs> ah, het is, is, is lastig. Er zijn remedies, denk ik. ik en, en dat moet je dus bespreken met een de, met de KNO-arts. Want hij ah. moet dus eerst onderzoeken van waardoor komt het. Je moet altijd naar de root cause gaan. Dat? Ja, ik weet niet wat het bij mij is. Ja. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik overgewicht heb. Dus, nee. Maar, nee. maar misschien, misschien is er sprake van allergie. <clears throat> of misschien, I, I don't know. Bouwjaar. Bouwjaar. Ja, maar maar is, dat, is dat standaard als je ouder wordt, je vanzelf gaat snurken? Oh, oh. Niet, niet, standaard, no? nou, niet alle oudere mensen snurken. Oh, nou, dan ga ik naar elkaar en hoe aardig, want ik vind het nee. helemaal niks dat ik snur. Nee. <laughs> ik snur veel luider dan ik had gedacht. Ja, oeps. Slaap op nu, daar waren we ja. gebleven. En welke vorm heb je nog meer? Je hebt ook uh, rusteloze benen, syndroom. Hey? Ja, dus dat, dat zie je vaker bij vrouwen. Ook wat ouder, uh, dat je dus krampen krijgt in je benen, je krijgt tintelingen in je benen. En je moet eigenlijk constant je benen bewegen uh, om dat vervelende gevoel weg te krijgen. Het kan dus een neurologische aandoening zijn, dus iets in de hersenen. Uh, dus als, als je dat hebt, dan, dan houdt het je wakker, toch? Want, want je wordt steeds wakker met, met pijn in je benen en dan moet je bewegen. Serieus? Dus dat is ook een slaapstoornis. Mensen worden wakker met pijn in hun benen. Door de pijn in hun benen wo word je wakker. Ja. Nooit mm. van gehoord. Mm. Rusteloze benensyndroom. En, uh, nou, en dan heb je ook een hele aparte. Mm. Dat is narcolepsie. Dat is uh, een, een uh, slaapziekte waarbij de hersenen eigenlijk... <coughs> die aan- en uitknop om te gaan slapen... eigenlijk steeds op aan willen zetten. Dus de mensen vallen gewoon constant in slaap. Ze kunnen vijf... Ja, ze hebben tien uur geslapen, ze worden wakker. Vijf minuten later... Later willen ze weer slapen. Heel, heel, heel hele nare Narcolepsie. Aldoen. Narcolepsie. Ja. Is dat slaapziekte? Ja. Mm. Oké, okay, waarom gebruik je dure woorden? Zeg gewoon dat het slaapziekte is. <laughs> hier dat ding. <denk ik> <laughs> <sorry, that> <laughs> <laughs> maar kom dan niet door ja. het CTC-vlieg? Of hoe is dat? Die nee, dat ik weet. Dus, dus de slaapziekte. Nee, dat is vijver. Dat een, een, een vijver komt door. Uh, uh, hoe heet het? Speeksel. Ja, nee, maar door, door speeksel. ja je kan het ook krijgen van een bepaalde vlieg of ja. zoiets. Uh -huh. Ja, ja, ja. De ja, 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 ja. Uh -huh. kissing disease. Oh ja. Yes, yes, yes. Juist, ja, ja, Is dat ook een vorm dus dat van. Dat een, is wat anders. Maar dat is gewoon een ziekte, dus. Dat, dat is gewoon een, een, een aandoening. Ik geloof dat het, dat het. Is het nog een virus of een, of een bacterie? Ik weet even niet meer. Maar in ieder geval, het, het zorgt ervoor dat je, dat je uh, moe bent. Ja. Constant moe en dan ben je, ben je steeds slapen. Heb je is dat ook in Suriname? Anders. Ik weet het in Nederland. Fiver? Ja. Mm -hmm. Ik weet het in, in Nederland heb je het overal. Ja. Vooral de studenten en zo. Uh -huh. Uh -huh. Maar hoe kunnen mensen hier. Want soms denken ze misschien dat ze slaapproblemen hebben, maar ze hebben mm -hmm. vijver. Ken jij mm -hmm. toevallig de symptomen daarvan? Van vijver? Ja. Um, volgens mij is het met name gewoon die extreme vermoeidheid. Je bent, je gewoon, je altijd je bent gewoon altijd moe? Je bent gewoon altijd moe. En wat kan je er tegen doen? Um, Meer slaap. <laughs> je moet alvast beginnen te gaan naar de dokter. <laughs> <laughs> ja, ja. Om het inderdaad vast te stellen of dat het is. Mm -hmm. En eerlijk gezegd heb ik geen idee. Er is volgens mij geen uh, medicijn tegen. Je moet uitzieken. Oh, dat is hem gewoon. Mm -hmm. Heb je wel eens gevallen? Hier gaat je poli. In, in mijn praktijk, praktijk. met vijver? Nee. Uh-uh. Ik denk dat die meestal worden ge, ge, uh, uh, gepakt door de huisarts. Dat die, want, want voordat je naar een psycholoog gaat, is het belangrijk dat je eerst naar je huisarts gaat. Want de huisarts is, is de poortwachter. Toch? Oh, je kan niet gewoon gaan naar een psycholoog. Even ook. ik heb hulp nodig. Je kan, je kan. Okay, okay, je kan. Maar dan kan je na het eerste gesprek erachter uh, komen dat je eigenlijk niet bij de psycholoog thuis hoort, maar bij de psychiater. Of, bij, of dat je je bloed moet laten testen. Misschien heb je B12 tekort, weet je? Dus, uh, of misschien is het vijver. Toch? Dus het is altijd goed om eerst met je huisarts te praten over het feit dat je naar een psycholoog wilt, dan gaat hij je vragen, ja, maar waarom eigenlijk? Wat zijn symptomen? Dat leg je uit, en dan kan die dan je, je adviseren of de gang naar een psycholoog uh, aan de orde is. Je hebt iets aangehaald. Zonder dat ik... hmm. Vroeger bestond het niet, voor mijn gevoel, en ineens heeft iedereen bij 12 tekort. Hmm. Wat is die theorie precies? Is, is het onze levensstijl? Is het, hoe komt het ineens dat zoveel mensen tekort hebben aan B12? Oei, dus je stelt me wel een moeilijke vraag hoor. Ik Ik, ik, zou niet, ik, ik speculeer bij deze. Ja, 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 ja. Ik speculeer. Um, ik weet dus dat um, je, we onze B12 vooral uit uh, dierlijke uh, uh, dierlijk voedsel halen. En er zijn steeds meer mensen die dus vegetariër worden. Toch? En de vraag is... Wat doe je dan om je B12 uh, op peil te houden? Dus dat, dat kan één ding zijn. Hmm. Sommige mensen hebben gewoon genetisch ook een, uh, een, een uh, zijn ze zodanig gebouwd dat hun lichaam B12 minder goed opneemt, toch? Dat kan ook. Wat eeuw, dus dus, veel mensen. Ja, ja. Ja. ja, nee, je moet mijn B12. Maar je, nu geven ze ook shots, spuitjes ja. en dat. Ik zeg van, hè? Het is bij ja. vrouw vooral, vooral zeker. Ja. Heel veel vrouwen ja. zie ik dat B12 tekort. Maar ik dacht van jongen, ik wist nooit dat ding bestond. Maar ik ja, zie het steeds het is, meer voorkomen. Ja, het is een goede vraag. Ik, 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 ik zal ook met, met wat artsen praten om, om te vragen. Is het inderdaad zo dat er meer B12 tekort is? Of is het dat we er nu meer over praten? Of is het dat het nu gewoon mensen zich meer laten, laten testen, ja. waardoor het eruit komt? Of is er inderdaad iets gaande? dat uh, we dus minder. Ja. Maar iemand dus die een B12-tekort heeft, kan je gewoon zeggen, eet meer vlees? Mm, hoeft niet per se. Het kan. <laughs> <laughs> Mensen zijn ingewikkeld, hè? Yeah, en, yeah, en de ene yeah. mens is niet als, als de andere mens. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Kijk, als iemand dus een uh, B12-tekort heeft gekregen nadat ze een tijdje als vegetariër zijn gaan eten, kan het best zo zijn dat als hij af en toe wat vlees eet, dat die B12 weer op peil komt. Hmm. Maar het kan ook zo zijn dat het niet met het vlees te maken heeft, maar met iets anders in het lichaam. Dan moet je dat aanpakken. Oké. Okay. Je ja, hebt gezegd dat um, mm. iemand die niet goed slaapt, want eigenlijk wil ik ook over depressie met je hebben, maar vandaag niet. <laughs> uh, is het dat mensen slecht slapen omdat die depressie er meestal als eerst is? Mm. Of is het omgekeerd? Het kan beide. Het kan beide. Um, wat onderzoek heeft uitgewezen, is dat als mensen langere tijd uh, niet genoeg slapen of slecht slapen, dat de kans op een depressie zeker viermaal groter is. Hoe kan iemand Ik wil toch eventjes erin duiken. Hmm. Hoe kan iemand weten dat ze in een depressie zitten? Um, nou, er zijn dus verschillende symptomen. Uh, als je dus al twee weken of langer mm -hmm. um, slecht slaapt. ...minder of veel meer eetlust hebt. Dus slecht slapen, dus minder slapen of veel meer slapen. Okay. Uh, minder eetlust of veel meer eetlust. Dus een, een verandering van hoe het gewoonlijk bij jou is. Um, je kan niet meer genieten van het leven. Dingen waar je uh, vroeger blij van werd of waar je van kon genieten... ...die doe je eigenlijk niks meer. Je hebt het gevoel dat je uh, niet meer onder de mensen wil zijn... Uh, je, bent misschien, uh, je hebt huilbuien. Dat zie je veelal bij, bij vrouwen en bij mannen, dat ze meer agressief worden. Mm -hmm. Dat kan. Maar het kan ook dat je echt het gevoel hebt: van ja, ik voel gewoon helemaal niks. Weet je? Dus dat zijn allemaal symptomen. Als je die dus uh, uh, twee weken of langer hebt, dan zou het dus een depressie kunnen zijn. Kan iedereen een depressie krijgen? Ja. Oké. Okay. Ja, iedereen kan een depressie krijgen. En is dat dan um, iets dat vanzelf weggaat, of moet je echt iets veranderen in je mm. systeem? Um, je moet iets veranderen. Want als we spreken van een depressie, dan is het een aandoening. Kijk, mm. iedereen heeft wel eens een dip. Ja. Toch, een periode je voelt je niet lekker, je voelt je gewoon niet, niet lekker, toch? En dat kan. Dat kan gewoon vanzelf overgaan. Want de situatie waarin je zat, die wordt opgelost. En het is weer beter. Maar een depressie is echt een aandoening. En daarvoor moet je echt wel iets, iets gaan doen. Een van de belangrijkste dingen om te doen. Het klinkt een beetje vreemd. Is sporten. Het is niet vreemd. Het is het ja. begin, begin op. Ja toch? Endorfines komen vrij. Toch? Juist. Endorfines ja. komen vrij. Uh, waardoor je dus uh, weer ook die, die, die positieve gevoelens kan gaan ervaren. Hm. Dus sporten. Uh, let op je slaap. Voeding, ook belangrijk. Kan je, je? depressie worden van voeding? Mm, van bepaalde uh, uh, tekorten in je voeding kan je depressie worden. B12 bijvoorbeeld. Eh? Mm -hmm. Je kan depressie worden als je een tekort hebt van mm -hmm. B12. Oh ja, wist ik niet. Helpt uh, sporten ook tegen. Of is sport ook. Uh, Jezus, hoe moet ik die zeggen? bevorderlijk voor een goede slaap? Ja, 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 absoluut, absoluut. Sporten, als je, als je, als je uh, regelmatig sport, mm -hmm. dan hebben we een betere kwaliteit slaap. Wat ik, wat ik ervaar is dat, soms ga ik een beetje te hard, soms ga mm -hmm. ik s'morgens en s'avonds trainen bijvoorbeeld, maar dan ben ik gewoon drie dagen lang de hele dag wil ik slapen. Mm -hmm. ja. Dus dat heb je waarschijnlijk overbelast. ja, 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 ja. ja. ja maar Omdat het, <laughs> gewoon, het is gewoon heerlijk om in die sportschool te zijn, ja, ja, ja. ik vind het gewoon leuk. Ja. Maar uh, daarom stelde ik die vraag. Mm -hmm. Want voor mij, wanneer ik thuis kom, oké, okay, als ik laat sport, kan ik niet slapen. Nee, precies. Ja, dan ben je hyper Ja, als ik, ja. Als ik, als ik na zeven uur sport, dan ja. ben ik tot twee uur s'nachts wakker. ja Oh, ik s'morgens morgens heb gesport. Mm -hmm. ja, om 8 uur waar is mijn bed. <laughs> ja. Ja, ja, dat merk mm -hmm. ik wel. Ja, ja, ja. Wat zou de beste tijd zijn voor een goede slaap om dan te gaan sporten? Oeh, ja. Dat is. Uh... Eigenlijk wat ik erover kan zeggen is dat je jezelf moet, moet leren kennen van wat werkt het beste voor jou. Kijk, um, als stelregel kan je aanhouden. Stop twee uur voor je wil gaan slapen met sporten. Mm -hmm. Weet je, want dan, dan geef je je lichaam de kans om, om tot rust te komen. Weet je, waardoor het je slaap niet gaat uh, uh, verstoren, mm -hmm. zeg maar. Maar voor sommige mensen werkt ochtends sporten perfect. En voor anderen werkt het smiddags perfect. Mij gaat erom dat het belangrijk is om te sporten. Oké. Okay. Mm -hmm. um, zijn er bepaalde voedings... Um, is er een bepaalde voeding die ik moet vermijden wanneer je slaapproblemen hebt? Hmm, sowieso alles met caffeine. Mm -hmm. Chocolade heeft ook ca uh, caffeine erin. Uh, belangrijk is om niet te zwaar te eten uh, s'avonds mm -hmm. voor je wil gaan slapen. En zeker wel ook wel een uur van tevoren te stoppen met eten en uh, drinken. Mm -hmm. Nietje? Dus eigenlijk uh, het gaat erom dat je jezelf echt goed moet leren kennen en nagaan wat werkt voor jou. Kijk, sommige mensen willen voordat ze gaan slapen willen ze even een, een flesje water drinken. Dat doet ze goed, mm. toch? En ze worden ook niet constant wakker om te gaan plassen. Maar andere mensen, ja. Ja? Word je wakker of word je niet wakker? Ik word wakker om te gaan. Je wordt wakker om te gaan. Ja, maar ik, kan, ik loop slapen naar mijn toilet, ik plas en ik loop slapen ja. naar mijn bed. Ik, ik ja. heb geen moeite om slaap te slapen. Geen moeite? Oké. Okay. No. Dus, dus dat is, is geen probleem. No, no, no. Toch, maar andere mensen hebben daar wel moeite mee en dan, en dan adviseer ik van hey, stop dan een uur van tevoren met, met ook te drinken. Weet je? Dus het is. Um, je moet jezelf leren kennen. Toch? Er zijn wat, wat algemene dingen die, uh, ja, die voor iedereen kunnen gelden. Maar. Uh, Uiteindelijk moet je jezelf weet je, een eigen goede slaaproutine opbouwen waar je je aan houdt. Dus eigenlijk moet je vooral ook eerlijk zijn met jezelf. Mm. Je moet jezelf gaan analyseren. Ja. Dit werkt voor mij, dit werkt niet voor mij. Ja. Want we kijken altijd naar wat niet werkt voor ons. Nee, precies. Maar wat werkt wel. Toch? Mm. Dat is mooi. Mm. Zijn er mensen die. Want wat ik heb ervaren is dat wanneer mensen komen. Maar wat ik ze uit probeer te leggen. Nee, maar dat gaat niet werken. En nee, dit en nee, dat. En ja. Hoe overtuig je zo iemand? Hmm. <laughs> die heb je ook veel. Moet je, moet je hem overtuigen? Hem of haar? Je wil die persoon wel helpen uiteindelijk. Ja. Maar die persoon moet zichzelf helpen. Zoals het zei, help jezelf. <laughs> ja. Oké, oké, oké. Dus je ja, hebt wel iets van... De verantwoording ligt bij, bij jezelf. Tuurlijk, tuurlijk. Op het moment dat je echt... Open staat voor hulp mm -hmm. en ik geef je wat tips, dan ga je niet zeggen ja, maar het gaat niet werken. Nee, je gaat het proberen. Maar is dat wat je het meest ervaart in de praktijk? Of staan ze meestal wel weer open voor je tips? Uh, over het algemeen wel, want het is nogal een stap om naar mij toe te komen. Toch? Dan heb je, mensen hebben al maanden nagedacht van ga ik ga, ik ga niet. Wat als ik iemand tegenkom in de wachtkamer? <laughs> wat wat, wat, wat ja, ja, als mensen ja, ja. denken dat ik gek ben? Want. Toch? Dus uh, wanneer mensen eenmaal bij mij komen, dan. dan, dan uh, zijn ze ready om, om echt ook uh, ja, te geholpen, geholpen, door. Uh, ja, geholpen te willen worden. Niet iedereen. Sommige mensen, sommige mensen komen ook bij me, want hun partner heeft gezegd, als je niet naar de psycholoog gaat, mm -hmm. <laughs> dat is het afgelopen. Ja, dan komen ze. Ja, vertel. Uh, <laughs> <laughs> en nee, dan zei ik. <laughs> Vertel jij. Merk je wel een verschil, <laughs> dat wanneer mensen zeggen wie, dat ze echt uh, vooruit gaan? Qua slaap en alles en zo. Tuurlijk. Dat ja. wel. Ja. Anders zou ik het werk ook niet meer doen. Ja, nee, maar misschien Ja. Uh, ja. Zou je zeggen, het is 50-50. Of mm. uh, uh, ja. Ja, het, kijk. Het... Ja, hoe lang duurt zo'n proces? Hoeveel geduld moeten die mensen hebben met slaapproblemen? Met slaapproblemen? Hoeveel geduld? Want vaak is het ook mm. van na een week, ja, dat ding werkt niet. Of ja. snap je, dan gooien ze de handdoek in de ring. Ja. Dus daarom wil ik weten, hoe, hoe, met hoeveel tijd moeten ze rekening houden mm. bij zo'n behandeling? Ja. Dus, um, Natuurlijk. Het hangt daar weer vanaf, wat is de root cause? Wat is de oorzaak, toch? Hmm. Als we daarachter kunnen komen. En stel je voor, het is van, um, je, 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 gaat, uh, je gaat te laat slapen. Ja. Waardoor je niet meer in de, je lichaam is eigenlijk over zijn slaap heen. Mm -hmm. toch? Dan kan het zo zijn, dat de persoon uh, voortaan om tien uur in bed moet liggen. toch? Maar dat is een nieuwe gewoonte, en een nieuwe gewoonte aanleren heeft tijd nodig. En over het algemeen zeggen we, uh, het, het kost 21 1, dagen, dag, dus ja. drie weken om een nieuwe gewoonte aan te leren. Klopt. Of Toch? af te leren. Of, 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 of een oude gewoonte af te leren. Ja. Toch? Dus ik zou zeggen dat dat, dat dat dan als een soort van uh, richtlijn, dat je dat zou kunnen nemen. Ja, bij affirmations, als je zelf iets wil aanleren, mm -hmm. zeggen ze ook 21 dagen, ja. dan zit die vast. Ja. Precies, precies. Dus, dus als je slaapprobleem te maken heeft met uh, slechte gewoontes, hè, dan kan dat. Maar als je slaapprobleem te maken heeft met dat je bijvoorbeeld uh, last hebt van een trauma, mm -hmm. iets naast dat je hebt meegemaakt, dan zullen we eerst jou daarvoor moeten behandelen, om dus geen last meer te hebben van het trauma. En dat kan. Er zijn behandelingen. Huh. Zijn er slaaptabletten zo zeggen, want eeuwig je ineens die is organisch en die is mm. puur natuur. Mm -hmm. Is er eentje die je zegt van oké, okay, die is minder schadelijk of minder verslavend? Om mm. daarmee, daarmee te beginnen of zou je zeggen, begin er niet aan? Ja, nee kijk, als mensen gewoon uh, verschrikkelijk slecht slapen, dan adviseer ik wel vaker om te beginnen met slaapmiddelen, toch? Maar mm -hmm. dan in een, voor maximaal vijf dagen, toch? Om weer een soort van een ritme te kunnen opbouwen. Je neemt dus elke dag dezelfde tijd, het slaapmiddel, en dan maakt het mij niet zoveel uit welk slaapmiddel mm -hmm. het is. Toch? Um, dat je dat dus inneemt en daarna die vijf dagen, dan ga je het afbouwen. Toch? Maar tegelijkertijd, dan ga je ook werken aan de reden waarom. Oh, het is niet gewoon vijf dagen nemen en dan, nee. dan pas eraan gaan werken. Nee. Ja, 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 ja. Je gaat dus wel gelijk werken aan de reden voor die slapeloosheid. Maar soms als mensen iets verschrikkelijks meemaken, dan merken ze dat ze helemaal niet kunnen slapen. En dan is het wel liever slaap je dan met slaapmiddelen dan helemaal niet. Oh, dus je bent niet iemand die zegt nee, helemaal anti-. Nee, 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 zeker niet. Het, het, het heeft zijn nut. Ja. Toch? Maar op kort termijn. Dus eigenlijk als je slaaptabletten gebruikt, hoe kom je af van slaaptabletten? Hmm. Je moet het uitslepen. Het is net niet dat je het rigoureus kan stoppen? Nee. Dan krijg je allerlei, uh, mensen kunnen deuzelig worden, angstig worden, uh, je voelt je, je helemaal... Uh, uh, oh ja? ja? Het, is af, het is afkikken. Het is afkikken. Ja. Ook van slaaptabletten moet je afkikken? Ah, ja. ja. Zijn drugs. Ja, nee, ja, ik ja, heb ja. het nooit zo bekeken, dus het is goed dat je het zegt. Ja. En, en hoe, hoe bouw je zoiets af voor de mensen die al jaren erop zitten? Ja. Als je al jaren erop zit, is het van groot belang om het met je arts te bespreken. Want je arts gaat je dan helpen met een schema op te stellen om het af te bouwen. Oh, je moet het echt goed met, een, met de ja, arts doen? Ja, ja, ja. ja. Wauw. Dat, dat raad ik echt wel aan. Zou je zeggen dat er schade kan komen als iemand gewoon rigoureus stopt? Nou, schade, de schade is dan dat je dan zo slecht voelt dat je denkt, no, 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 ik neem weer. Dat, heb je, je? Sta, dat heb je vaker, ja. Ja, toch. Ik had een ja. mat waarop reis en slaaptabletten vergeten. Drama. Mm. Mm hij -hmm. is dus letterlijk in het hotel naar iedereen gaan vragen, ja. wie heeft hier een slaaptablet van me, ja. totdat hij het heeft gevonden. Ja, want als je niet kan slapen is het verschrikkelijk, je kan het misschien één dag volhouden, maar dag twee begin je echt al uh, helemaal... Uh, ja, je wordt kiroïd. Kiroïd te worden. Ja, ja, ja. Oké, 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 oké. Is er iets dat je wil meegeven, dat ik heb gemist over slaap, iets wil aanhalen? Ja. Nou, ik, ik wil eigenlijk benadrukken hoe belangrijk slaap is. En ik hoop dat dit, deze, deze podcast uh, mensen heeft wakker geschud. Mm. In de zin van. Ik heb wel slaap Hoe belangrijk? <laughs> dat komt ook door mijn stem waarschijnlijk. No, 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 dus, no, 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 no. Ik was <laughs> helemaal in diepe rust. <laughs> ja, dus, dus dat. Uh, ja, waar was ik weer? Ja, wat zei ja, ik Hoe belangrijk ja, slaap hoe is. Hoe belangrijk slaap is. En dat, uh, dat het dus niet iets is waar je maar mee moet leven. Toch? Als je niet goed slaapt, get help. Omdat het grote gevolgen heeft als je langere tijd niet goed slaapt. Zo, so get help. Weet je? Ga naar je huisarts. Als je huisarts, uh, het, als, als je huisarts zegt van, hey, neem slaaptabletten. Zeg van, ja, maar moeten we niet erachter komen wat de oorzaak is. Weet je? Uh, kom ook op voor jezelf. En zorg dus dat je wel de juiste hulp krijgt. Want. Uh, langere tijd niet goed slapen, dat zorgt voor allerlei lichamelijke en mentale problemen. Waar kunnen ze contact met jullie maken, mocht die huisarts zeggen, neem die tablet en neem die tabletten, en je bent het niet eens. Mm. Hoe zouden ze dan nou met jullie contact kunnen opnemen? Met de psychologen, uh, we hebben een uh, website, mm -hmm. dat is uh, svpo.sr mm -hmm. en daar zie je eigenlijk een hele lijst van alle psychologen, die geregistreerd staan bij Volksgezondheid, wat dus erg belangrijk is. <laughs> <laughs> Toch? Uh, dus uh, en dan kunnen ze daar dus contact maken. Je kan dus kiezen. Je hebt kinderpsychologen. Je hebt volwassenenpsychologen. Je hebt psychologen die zich specialiseert in ouderen. Je hebt psychologen die gespecialiseerd zijn in um, stress en burn-out klachten. In angst. In relatietherapie. Dus maak contact. Oké. Okay. Duidelijke taal. Dankjewel. Of had je nog een boodschap verder? Nee, dat was het. Mensen, yes. tot de volgende keer. Dankjewel, mijn goede. Yes. <laughs> Mensen, later. Bye. <laughs> Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten. Ga alsjeblieft naar onze YouTube channel. Share, subscribe, like die tori. We zijn op Facebook. We hebben onze eigen website nu. Uh, www.thedavepodcast.com Mocht het zijn dat je wil opgeven. Omdat je een verhaal wil doen. Dan kan je daar opgeven. En uh, tot de volgende keer. D.V.A. baby. Let's talk.